gewoon. Ja. Verschil zie je. Je ziet. De Havelingers hebben een aftekening op het hoofd. Deze gang die je nu in hebt, dat noemt men een koetsiersgang. Volgende mag komen, Annelie. En nu komt de laatste zo meteen aan. En dan gaan we even ringen tellen. Van Asperen met de Tilbury. En die bij hem op de bot zitten, is een graag een deeltje. Dat is wel heel bijzonder hoor. Er zijn een hele goede mensen te maken. Wat is een halve? Ik zie ze toch helemaal. Twee Tilbury's achter elkaar. U kunt het verschil zien. De ene is dacht ik een Nederlandse Tilbury en de andere is een Zuid-Hollandse Tilbury. Of een goudse Tilbury, ja, je had eigenlijk per streek, wie weet het nog. Ik dacht dat het te zien was aan het lofwerk. Dat de ene een beetje hoekig lofwerk had en de andere had rond lofwerk. Jan van Asperen, een klein stapje op, dan ken Annelies Smit. Annelies Smit en René, willen jullie er doorheen komen? Of omdraaien naar het startpunt gaan? Dat mag ook. Ook heel de ronde niet draaien. Je mag ook omdraaien en vast gereed gaan staan. Herman, als jij al weg bent, maar Herman, jij moet naar nummer 1 toe. Herman zit nog aan het drinken. Annelies en René, doen jullie maar omdraaien. Gaan we met de startpositie staan. Oh, we gaan eerst drinken, want ze hebben allemaal... Maarten deed het goed hoor. Tijn, maar dan moet jij maar eens omdraaien en dan groepen de rest gaan terugrijden, hoef je niet te ver op te rijden. Je hebt het net heel goed gedaan, vandaar hier je moet overkampen. Kijk eens, richt hem. Kijk, ja, nu gaat hij prachtig. Ziet hem gaan, ziet hem gaan, dat gaat geweldig. Ja hoor, die was goed raar. Hij is rechtstreeks doorgekomen. Nu komt het. Dit is de laatste kans, Herman. De laatste kans. En een kool. Aftekening op het hoofd. Niet de ring eraan breidt. Geweldig, wat in de baard gaan. Goed. Dus die moet naar voren komen. Dus ik kan er iets oprijden. Of niet? Moet je al leggen hier tussen voor? Ja. Als ik dan een vertegenwoordiger van het paard en wagen op baan ligt. Als jullie zo bij zijn dan. Ja, ik weet het niet. Het is voor u klaar. Even jullie van de ja, natuurlijk. Dan gaan we hier. Hier heb je nummer 1. Dit is nummer 1. Dit is nummer 1. En nummer 3? Dat is 10. Dan gaan we eerst naar nummer 3. Die staat hier. Dat is nummer 2. Deze meneer. De derde prijs. En als je nu. Dit is de eerste. Nou, dan gaan we gewoon even de volgende zoals ze staan. Dit is nummer 1. Zo. Even een daverend applaus. Volgens mij alle ringen langs gestoken. Zelfs de meester.
Even terug. Dan wordt hij door de verkeerslijn. Gerard, doe het nog een keer even. En dan gaan we even kijken hoor, dat het plaats 2 dan is. Daar, Annelies. Heel goed. Hallo. Plaats 2 is Annelies. Dat is nummer 2, Annelies. Deze man, helemaal naar voren toe. Dat is nummer 2. Nee, niet van nummer 2. Je hebt geen handen geslagen. Nauwkeurig is het iemand gelukt om de juiste lengte te raden of te meten, wie weet. De werkelijke hoogte is 29,50 meter tot aan het oog van het haantje op de toren. En degene die daar het dichtst bij was, dat was Jonathan Snoei, kan een boodschappentas komen ophalen bij de kraan van het historisch genootschap. Dankjewel voor jullie allemaal ook voor de deelname aan het raden van de hoogte van de toren. Dankjewel.